ademen. Achter de auto. En nee, ik heb geen sigaretten besteld ofzo. Oh, dan kom je nou weer en weer en denk nee, ja. Ze zeggen dat daar ze dat in vinden ofzo. Hallo allemaal, ik heb wat dingetje besteld bij Grijn. En ik dacht, ik ga het even op video voor jullie uitpakken. Dus ik hoop dat er drie dingetjes erin zitten die ik besteld had. Even kijken waar ik hem open moet maken. Ik ben niet heel goed met doos van mensen. Oké. Het eerste wat ik zie is gewoon een zomereditieboekje met allemaal dingetjes erin. Dit is nog goed voor mij, dan zie ik allemaal dingen die ik wil hebben. Oké. Okay. En dit is gewoon een boek van 2018. Oh, parties. Altijd wel even leuk om doorheen te bladeren. Ja, ik heb dus wel even mijn fractuur gescheurd. Zo goed ben ik dus met doos, jongens. Ja, echt typisch iets voor mij. Nou. Eerste. Mijn nieuwe vliegendek van Tinky. En nu gewoon lekker zebra. Dus mag nu lekker zebra worden. Want ik had die sterretjes rekening. Ik hou echt van sterretjes, maar goed. Die zit echt allemaal gaten in zo'n bilkoord. Die is gewoon helemaal verroest. Die zit gewoon vast, zeg maar, aan dat andere dingetje waar je hem doorheen haalt. Dus die wil ook niet meer open. Dus als ik zijn been, dan moet ik gewoon letterlijk zijn been op gaan tillen om die bilkoord eruit te halen, zeg maar, dat hij weer af kan. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo verantwoord, zeg maar. Dat doet nu wel steeds. En dat was in de aanbieding. Dus ik heb er 42,80 euro voor betaald op zich. Dat valt op zich wel mee. En ik hoop dat die dan ook ongeveer 2 jaar mee kan. Mijn andere week was ook van Harry's Heart. Dus ik denk dat die wel past. Voor dezelfde maat. Dus. En ik had een emmer besteld met deksel. Want we hebben nieuw hetzelfde kast op de manege. Heel leuk natuurlijk. Maar daar past niet alles in. Dus ik ga mijn voer gewoon thuis neerzetten. En dan vind ik het wel handig dat ik het gewoon. Want ik geef ook bijvoorbeeld wel slobber of speedybeat of noem maar op. En dan is het wel handig dat je dan een dekseltje op kan doen. Zodat je het dan mee kan nemen. In de auto, de fiets of hoe ik dan ook heen ga. Want dan wordt het niet zo vies. Nou ja, vies. Dan ik kan het niet overal heen klotsen, zeg maar. Dan heb ik van mijn nieuwe zadelkast, dus omdat ik wat meer haken nodig heb en anders zo mooi. Heb ik deze gekocht. Alleen ga ik wel even vragen aan mijn vader. Ik denk dus dat hij dat wel kan. Ik ga even de verpakking halen. Of die deze, want dit is eigenlijk voor aan de deur, maar dan kan de deur denk ik niet meer dicht. Of die dit dan af wil zagen en dan gewoon dat hij dan recht is en dat hij dan gewoon en zo aan de binnenkant van mijn kast kan. En dan kan ik hier allemaal halsters aanhangen, mijn longeerlijn, longeerrop, noem maar op. Dan heb ik even iets meer om op te hangen en ik dacht, we gaan lekker voor blauw, want blauw is mijn lievelingskleur, dus maar goed. De rest neem ik wel op bij de manege. Oh, we zijn nu onderweg naar de manege om mijn oude kast op te halen. En en dan gaat mijn nieuwe haakje eraan. Dat is helemaal leuk. Je ziet, zetten ademen achter de auto. Nou, mijn vader zit ermee vast te maken, jongens. Helemaal leuk. Ik had eigenlijk beter een rode kunnen doen, want dat andere ding is ook rood. Maar ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Blauw is mooier.
En we hebben hier mijn poetstas en mijn snoepjes en mijn zeep en dit. En dan kan ik alles hier afhalen. Oh, even kijken wat ik dat ga doen. Ja, die wil ik wel daar aanhouden. Zo. Zo, dus dan heb ik daar, nou ja, zeg maar gewoon mijn halsen die ik gewoon veel gebruik, want mijn mooie halsen leg ik gewoon thuis neer voor foto's en zo. En mijn longeerhulp met mijn longeerlijn, mijn normale hoofdstel, pitloos hoofdstel. Sowieso één dekje als ik een keer mijn dekje vergeet. Snoepjes, laarzen. Hierachter zitten touwhalsen en peesjes en zo in. En daarboven zit mijn cap. Dus alles past. Nou, we hebben de kast. Dus dan moet je op de aanhanger. Jee. En dat is onze auto, jongens. Ja. We lopen naar Tinky, want ik ga even mijn vliegendeken passen en ik heb twee worteltjes. Dus hopelijk past die. Maar ik denk het eigenlijk wel. Maar dan komen we zo achter. Natuurlijk heeft hij dat ding weer half af, maar goed. Lappa pony. Worteltje? Hij past daarachter, dat staat zo'n waterdingetje. Nou, Stinky, hè? Zebra. Die hooi. Dan gaan we straks nog even rijden. Doei, Tinky. Hi, poes. Nou, mijn draadje is weer dicht. Ja, mauw. Oh ja, en mijn vader heeft je haast. Die denkt, doei, ik ga naar huis. Maar ja. Maar dan kom ik zo weer. Nou, dat film ik niet in deze video, want deze video ging gewoon over die spulletjes die ik gekocht had. En op de deken paste. Dus ja, ik weet ook niet of dit een beetje saai vlog is, maar ja. Het is nu een paar dagen later. Het is nu alweer donderdag. En mijn eigen zadelkast staat nu lekker bij ons thuis. Dus die ga ik nou even schoonmaken en alles erin zetten en zo. Want niet alles past in mijn zadelkast en doneesje helaas. Dus dan de andere helft maar thuis leggen en zo. En dit is mijn huis. Tussen de keuken. En kijk, dit is mijn kat. Hoi, Pluis. Ja. Pluisie. Kijk. Het is gewoon ook niet meer zo warm. Dit is mijn hond. Tessa. Waar zit? Pootje? Ander pootje? Goed zo. Ja, er is ook geen zon meer en zo. Dus op naar de garage. Maar mijn kast is. Ik dacht, ik gooi dit ook maar gewoon bij de video in, want anders is het een beetje kort, denk ik. Kijk, want hier staat nu mijn kast en hier zitten mijn dekjes in. Zal ik straks nog even laten zien en dan ligt hier dus nog allemaal troep wat ik even moet uitzoeken met wat ik hou en wat ik weggooi en zo. Dus ik ga even opruimen. Hij is nu ingedeeld. Oh. Goed daar. Ja, maar die heb ik nog nooit gebruikt dit. Dat is ook een anti-klitspul dat ik een keer gratis gekregen. Nou, ik heb daar mijn pet. Hier nog een oud halster van Tinky en hier nog een halster van Nelly. En dan heb ik daar allemaal voor. En daar staat mijn emmertje. En daar staat nog mok spray. Met nog een nieuwe likkeer als ze die andere op heeft.
En dan heb ik nog spray voor als ze mijten heeft, maar die heeft ze al heel lang niet meer gehad. Dus die hoeft ook niet mee naar de manege. En hier zitten nog mijn handschoenen in die ik nooit gebruik. En dan als ik in het donker wil rijden, heb ik nog een uitrijdeken. En in die andere zak zitten nog peesjes. Hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag en ik ben alweer aan het filmen. En dit wordt echt een rommelvlog. Maar... En nee, ik heb geen sigaretten besteld of zo, maar ik heb nog weer even wat besteld voor de winter. En dan heb ik ook eerst echt weer genoeg uitgegeven. Maar goed. Ik moest eigenlijk nieuwe dekens hebben voor de winter. Want ik heb op het algemeen doe ik 2 jaar met dekens en dat heb ik niet gelukkig ook vol kunnen houden. Op mijn vliegendeken, nou ja, vliegendeken is wel iets anders. Maar toen dacht ik, hé, dekens in de aanbieding. En dan heb ik deze deken gekocht. Dit is een regendeken met sterretjes. Super mooi! Kijk, de onderkant is dan gewoon zwart en dan daarna met die sterretjes. Dus hij is eigenlijk bijna precies hetzelfde als van de Applejack, alleen of deze is veel groter. Maar ja, hij was in aanbieding natuurlijk. Maar deze zijn van Pro 4 rijden. En deze vind ik echt tof. Dit is mijn 200 gram deken. Met donkerblauw, met rode en witte sterretjes. Ik vind deze zo leuk. Zo'n deken heb ik vorig jaar ook gehad van de Applejack. Om met het grijze en dan niet met het zwarte. En ik hou gewoon zo erg van sterretjes. Maar deze heb ik van de Applejack in die zweetdeken. Dus ik vind dat helemaal leuk. Alleen ik had hier nog een halster van, maar die heb ik verkocht. Dus daar baal ik nu wel een beetje van. Want dat halster dat past natuurlijk helemaal weer bij die deken. Maar ja, voor mij was die halster nog steeds wel bij de Applejack. Dus misschien dat ik die dan nog misschien wel weer even een keer ga kopen. Maar ik ben er blij mee. Jammer, er staat geen prijs op. Maar ze komen weg bij het Limburgs Ruiterhuis. Dus als je een nieuwe deken nodig hebt en je wil eigenlijk ja, niet te veel geld uitgeven, dan zal ik echt even daar kijken. Dan heb je vet leuke dekens. Dus ik hoop dat jullie deze rommelachtige vlog een beetje leuk vinden, want dat is echt van alles wat. Maar goed. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En klik dan ook even op het belletje bovenin, want dan krijg je een melding als ik een nieuwe video upload. Tot de volgende keer. Doeg!